En de Raad van Toezicht bij de Kustwacht van Suriname is na 2 maanden eindelijk geïnstalleerd. De installatie is gedaan door minister Bronto Sommaharjo van Binnenlandse Zaken, waaronder de autoriteit valt. De voorzitter van de Raad is Rudy Rupelal. Volgens minister Sommaharjo moet de Raad de nodige ondersteuning bieden in het houden van toezicht op het bestuur van de kustwacht. Uiteindelijk moeten ze komen tot het formuleren van een integraal beleid ten behoeve van de kustwacht. Volgens Rupelal wordt na de beëdiging het eerste werkoverleg met de minister gehouden om over te gaan tot een plan van aanpak. Maar tegelijkertijd zal de Raad erop toezien dat de middelen van de begroting die ter beschikking zijn van de Raad, van de kustwacht dan, op een doelmatige manier, correcte manier worden beheerd en besteed. Daarnaast zullen wij samen met de directie van de kustwacht erop toezien dat de beleidsplannen worden geformuleerd, die worden ingediend. En natuurlijk bij de uitvoering de financiële verantwoording daarover. En ook het operationele van de kustwacht zal ook steeds worden getoetst en kijken als zaken qua personeel, materieel en andere zaken dan op een correcte manier gebeuren. Minister Sommaharjo gaf verder aan dat de Raad naast het toezicht houden ook erop moet toezien dat de zaken van de kustwacht bewerkstelligd worden. We staan pas een paar jaar, de kustwacht heeft grote plannen, maar aan grote plannen zijn ook geld gekoppeld. Maar aan de andere kant, kustwacht kan ook veel geld besparen. We hebben vorige week in de Raad goedgekeurd dat we joint operations gaan doen, samen met LVV en justitie op onze wateren, om zo het illegale stelen van onze vis tegen te gaan. En dat bespaart miljoenen per maand. Dus niet alleen kost kustwacht geld, maar als je het goed doet, kan het ook heel veel geld opleveren. En hoe vaak moeten ze in principe patrouilleren op onze rivieren? Nou, dat zeg ik net. We hebben vorige week een voorstel goedgekeurd. En daar zijn we tot 4 keer per week of 5 keer per week gaan we nu patrouilleren. Nogmaals, dat kost geld. En we hebben dat geld kunnen goedgekeurd krijgen bij de Raad van Ministers. Minister Bronto Sommaharjo van Binnenlandse Zaken. De Raad van Toezicht bij de Kustwacht van Suriname is voor 3 jaar ingesteld.